welkom in Utrecht bij de faculteit Diergeneeskunde. Ik ben Els de Boer, onderzoeker en dierenarts hier bij de faculteit. En ik wil jullie graag wat vertellen over PetScan, wat mede ondersteund is door Vrienden Diergeneeskunde. Gaan jullie mee? En PetScan is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het voorkomen van erfelijke aandoeningen bij honden en katten. Een gemiddelde dierenarts ziet elke dag wel een patiënt met een erfelijke aandoening. Maar doordat er zoveel verschillende aandoeningen zijn, waar sommige heel zeldzaam zijn, maar sommige vaker voorkomen, hebben we eigenlijk niet heel goed idee waar we nou de focus op moeten leggen in fokbeleid en wat nou de grootste problemen zijn per individueel ras. Want elk ras heeft zijn eigen problemen en dat in kaart brengen kan lastig zijn. Daarom hebben we PetScan ontwikkeld om eigenlijk een goed beeld te krijgen van wat komt er nou voor in Nederland en wat zijn de grootste problemen. Nou, dat hebben we gedaan door een applicatie te ontwikkelen die in de software gaat van de eigen dierenarts. En daarmee kan de dierenarts diagnoses doorgeven die hij ziet in de praktijk. Op deze manier komt er een volledig overzicht van wat er qua gezondheidsproblemen speelt in de Nederlandse populatie honden en katten. Nu wil ik graag even laten zien hoe PetScan er voor de dierenarts uitziet. Ze komen binnen op deze PetScan omgeving via hun eigen software systeem. En vervolgens zien we aan de linkerkant alle informatie over het dier, wat automatisch wordt ingeladen vanuit hun eigen software systeem. En kunnen ze rechts een diagnose aanklikken. En dan zien we bijvoorbeeld, als we naar het zenuwstelsel gaan, dat we bij epilepsie ook informatie krijgen over bij welke dieren DNA-testen beschikbaar zijn voor een bepaalde aandoening. En als je op een diagnose klikt, dan wordt die hier ingevuld en kan die verstuurd worden. En krijgen uiteindelijk een melding dat de diagnose verzonden is. En voor elke diagnose staat ook informatie over hoe die gediagnosticeerd kan worden, zodat zo de dierenarts geholpen is. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook bij allergie zien wat voor test daar dan gebruikt moet worden. En als er een bekend is over een erfelijke aandoening, dan wordt dat ook vermeld binnen PetScan. Nadat de data van PetScan binnenkomt bij ons, doen wij hier onderzoek naar. Dus wij kijken naar hoe vaak komen aandoeningen voor, zijn er nieuw opkomende aandoeningen en waar moeten we actie op ondernemen of verder onderzoek naar doen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om fokbeleid op te stellen voor rasverenigingen, maar ook bijvoorbeeld om terug te koppelen naar dierenartsen wat er speelt en waar ze op moeten letten bij bevallen rassen. En de informatie wordt op die manier zoveel mogelijk ook gedeeld met verschillende partijen om uiteindelijk samen te werken aan gezondere honden en katten in Nederland. Bij deze wil ik alle donateurs en onze partners bedanken voor hun steun aan PetScan. Want met hun hulp kunnen wij onze huisdieren steeds bij elke generatie weer een beetje gezonder krijgen. Dank jullie wel.